Over 2 dagen begint Bo van Ervendorens met zijn nieuwe programma Lago di Bo, een soort revival van Villa Velderhof. TV-collega Winston Gerstanowicz werkte aan eenzelfde soort format, maar vanwege de coronacrisis werden die plannen geannuleerd en nu is Bo hem voor. Jammer, vind ik. Hij ziet Winston als zijn opvolger. Het is geen wonder dat Rick liever Winston dan Bo ziet als zijn opvolger. Bo heeft in het verleden namelijk best gemene dingen gezegd over Rick. Ik heb vroeger best taaie columns over hem geschreven in Nieuwe Revue. Behoorlijk uitgehaald zelfs. Dat hij zo'n ijdeltuit was en zo, aldus de presentator in het AD. Nu hebben Bo en Rick elkaar ontmoet. Ik kwam Rick vorig maand tegen op Bonaire, waar hij woont en ik met mijn zoons aan het surfen was. Zat ik toevallig naast hem in een restaurant. Was wel leuk. Hij wist van mijn programma. Maakte zich zorgen of ik gepikeerd was over zijn uitspraken. En, is hij er gepikeerd over? Die had ik niet eens gelezen, maar hij vond dat Winston, Gerstanowicz, een goede opvolger zou zijn. Ach, ik vind het allemaal prima. Bo voelt zich helemaal niet schatplichtig aan Rick Velderhof. Zelfde format. Geen seconde over nagedacht. Iedereen mag er van alles over zeggen, maar het interesseert me geen moer. Natuurlijk was dat het roerprogramma, maar jongens toch, BN'ers meenemen naar het buitenland, dat is al 500 keer gedaan. Zijn we dan allemaal schatplichtig aan Rick Velderhof?